Binnenkort op 10 augustus vindt een nieuw event plaats van Samsung. Daar worden de nodige aankondigingen verwacht, dus tijd om ze eens goed op een rijtje te zetten. Samsung heeft laten weten dat in augustus een nieuw evenement plaatsvindt. Het bedrijf vertelt natuurlijk niet wat er wordt aangekondigd, maar door alle geruchten hebben we wel een goed idee. Het gaat waarschijnlijk om 4 aankondigingen en dit zijn ze op een rijtje. Het nieuwe paradepaardje van Samsung wordt de Galaxy Z Fold 4. Dit toestel kun je het beste zien als een kleine tablet, want als je hem openklapt krijg je een lekker groot scherm. Volgens geruchten is het display 7,5 tot 8 inch groot, wat dus erg ruim is. Net als bij zijn voorganger is aan de buitenkant, als je de Z Fold 4 hebt dichtgeklapt, ook een scherm aanwezig. Dit display is kleiner, maar kun je wel gebruiken om eventjes notificaties te checken, een belletje te plegen of om snel een berichtje te sturen. Verder verwachten we helaas geen grote schokkende verbeteringen. Het design blijft waarschijnlijk hetzelfde, al zal het scharnier wel steviger zijn en de hardware is bovendien ook sneller. Ook kan de Z Fold 4 overweg met de S Pen, de bekende stylus van Samsung. Samsung heeft nog een opvouwbare smartphone in de vorm van de Galaxy Flip. Ook hier verwachten we een nieuw model van, namelijk de Galaxy Z Flip 4. De Flip is een ouderwetse klaptelefoon. Als je hem dichtgeklapt hebt, is hij heel compact en kun je hem makkelijk in je broekzak stoppen. En als je hem hebt uitgeklapt, is het eigenlijk een normale smartphone. Qua specificaties verwachten we een toestel met high-end hardware en een prima stel camera's. De batterij is waarschijnlijk wel aan de kleine kant, net als bij vorige fliptelefoons, maar Samsung gaat waarschijnlijk wel het schermpje aan de buitenkant groter maken, zodat je notificaties makkelijker afleest. Samsung komt volgens geruchten ook met nieuwe smartwatches. Waarschijnlijk zijn het er 2, de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro. De Watch 5 lijkt aan de buitenkant waarschijnlijk heel erg op zijn voorganger, de Watch 4, en ook aan de binnenkant zou er niet zo heel erg veel veranderen. De Watch 5 Pro is wat dat betreft een stuk interessanter. Dit horloge wordt volgens geruchten een stuk groter, maar krijgt ook een grotere accu. Dat is fijn, want bij de meeste Android smartwatches is de accuduur niet zo erg best. Tot slot gaan we vermoedelijk de nieuwste draadloze oordopjes van Samsung zien, de Galaxy Buds 2 Pro. Over de specificaties is nog weinig bekend, maar het design is al wel gelekt. De oordopjes hebben een design dat doet denken aan een boontje en we denken ook dat de Buds 2 Pro weer ruisonderdrukking krijgen. Daarmee kun je omgevingsgeluid wegfilteren, zodat je lekker rustig kunt werken. Verder denken we dat de accu die weer prima is en de oordopjes in verschillende kleurtjes verkrijgbaar komen. Natuurlijk doen we op 10 augustus uitgebreid verslag van het Samsung-event, dus volg daarvoor androidplanet.nl zeker eventjes. Als je meer wil weten over de verwachte producten, check dan de links in de beschrijving. En als je deze video leuk vond, like hem dan eventjes en abonneer je ook op het YouTube-kanaal van Android Planet.